Goed, mooi. Ik kan de dungeon dus nog in. Hoef ik dat allemaal niet te doen. Nog even de item halen. Dan kunnen we oversteken naar de andere kant. Naar Oost Hyrule. Yeah. Dus we rushen hier even doorheen. Oh, goed. Wat nu? Doei Daisy. Oh, dat was met die. Die kon je de lava induwen, dat weet ik nog wel. Oh god. Shield. Vlot. Welkom terug, Daniel. Wel jammer dat de stemkwaliteit niet zo goed is. Dat gamebeeld. En overigens deed ik expres, aangezien ik nog maar één leven heb, kom ik met 3 levens terug. En ik heb mijn item, dus... Let's go. It's the truth, Wiki. John, ben je een beetje trots op me, jongen? Jij had gisteren over een discussie van je bent zo jong, je bent zo jong. Maar kijk eens even hoe ik Zelda 2 toch even trots ben, jongen. Klopt. Thank you.
Je hebt water nodig en die vind je hier. Uit mijn hoofd. Ja. Ja, dan moet ik weer met haar praten. Ja. Ah, ik heb sperms gegeten, mijn jong. Ja, wees blij dat er geen geuren door de stream komen. Fire, volgens mij heb ik dat nog nooit gebruikt in een Zelda 2 playthrough. Die spruik. Dongos. Welke is moeilijker, Zelda 2 of Majora's Mask? Ja, dat is een makkelijke vraag. Wat John ook zegt, hands down Zelda 2. Majora's Mask is totaal niet moeilijk vergeleken met dit spel. Heel veel zeggen Majora's, dan hebben ze Zelda 2 denk ik niet gespeeld. God, ik ken het nog wel goed, deze map en zo. Dat verbaast me dan weer wel. Bags. Hey Ricardo, was je getimeout, jongen? Hij wordt goed gemoderateerd. De reden waarom Zelda 2 zo moeilijk is, ik bedoel, kijk naar de
AI van deze wezens alleen al, en dit zijn nog niet eens de heavy damage dealers. Volgens mij zit ik hier wel even verkeerd. Ja, ik moet nog niet de tempel in namelijk. Heb je nu geslapen? Hoe lang heb ik nu geslapen? Ik heb de eerste dag vrij lang geslapen, maar zoals vannacht maar 3 uurtjes of zo. Ik werd om 4 uur wakker, alsof mijn lichaam zei, dude, ik ben de afgelopen week om dit tijdstip wakker geweest, word gewoon wakker man. Dat was even balen. En vanochtend weer mijn eerste stagedag gehad. Dat voelt dan toch wel weer raar. Dat het normale leven weer begonnen is. Raar! Je bedoelt Jessica vet, of niet, John? Als nou iets anders is het niet meer normaal. Ja, klopt. Ja, Twilight Princess, het einde ging wel lekker. Ben ik zelf ook tevreden. Oh jee. Echt. En wat je hier vindt voor item, nou, het geloof het of niet, maar ik ga een klein kind meenemen uit een grot. Jesus. En dan boven je kop tillen, ja, dat is het mooist. I got the baby. Waarom komt de rest van die monsters wel op me af en die fairies nooit? Ga weg! Oh. Ja, oogballen, joh. Brr. John, ik stream alleen voor jou, dat weet je. Nou, als er iets is, ik zag net iets over community staan. Als er iets is waar ik echt onwijs trots op ben, is dat deze community nog steeds zo hecht is, zelfs na het aflopen van dezelfde marathon. Ik ben erg jaloers weer, dus ik ben maar gelukkig dat ze nog een spare rib. Thank you.